De districtscommissaris van Sipaliwini, Margareta Malonti, is vrijdag aangesteld als de nieuwe deken der districtscommissarissen. Dat gebeurde op een vergadering van de DC's met minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. De bewindsman heeft uitgelegd hoe hij samen met president Bouterse tot het besluit is gekomen om Malonti te belasten met die verantwoordelijkheid. In een kort woord tot haar collega DC's heeft Malonti het korps gevraagd haar te blijven ondersteunen. Ze zei dat men nooit te oud is om te leren en dat zij open staat voor opbouwende kritiek. Malonti bedankte de minister en de president voor het vertrouwen dat zij in haar hebben gesteld.